Wielrennen dan. Na de omloop van de Westkust in de pannen was het vandaag de beurt aan Ruddervoorde. Maar slechts 52 profs hadden zin in een laatste training voor het Belgisch kampioenschap. Daaronder uitgebreide delegaties van Farm Fritz met onder andere Koerts en Knaven en Tony Steiner met Van Haken en De Smet. De wedstrijd over 162 kilometer ontplofte na 2/3 koers. Toen kwam er een ontsnapping van 13 renners met onder andere Michel Van Haken, McEwen en Knaven van Farm Fritz en de neven Geert en Wim Omloop. Op 3 ronden van het einde zei Geert Omloop de rest vaarwel. De renner van Kolstrop reed een voorsprong van maximaal 1 minuut 50 bij 1 en haalde zo zijn tweede opeenvolgende overwinning in Ruddervoorde, meteen ook zijn eerste zege van het seizoen. De spurt voor de tweede plaats werd nog vermeden door een late uitval van Michel Van Haken. De inspanningen van Michel Van Haken, schitterend tweede, klaar om straks in de Rochefort het hooi te doen.